Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst in Gennep ook nog een prachtige gemeente zijn om in te wonen, te werken en te recreëren? Afgelopen maanden hebben we honderden reacties opgehaald bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de vraag hoe kijken zij tegen de toekomst aan. Want de toekomst van Gennep, die maken wij samen. Met alle opgehaalde inbreng hebben wij 4 toekomstscenario's uitgewerkt. Dit zijn verhalen over hoe de gemeente Gennep er in 2040 mogelijk uit kan zien. Wordt Gennep een gemeente waar zorg centraal staat? Of ligt de nadruk op gastvrijheid met het rijke cultuurhistorie en veelzijdige natuur? Wordt Gennep een walhalla voor startende ondernemers? Of stimuleren we vooral de hechte en betrokken gemeenschap? Daarbij horen bijvoorbeeld ook vragen als: moet de gemeente Gennep groeien of juist de rust en ruimte koesteren? En behouden de kernen hun voorzieningen of worden de krachten gebundeld? Op zaterdag 1 april gaan we graag met u in gesprek over onze toekomstscenario's. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en uw ideeën over de toekomst van Gennep. Zaterdag 1 april in Zaal Piekemare. We horen graag van u.